I love you. Ja, dames en heren, we zitten er heel ontspannen bij, dames en heren. We gaan namelijk, we zijn in Friesland met Lola. En we gaan vandaag een dagje Schiermonnikoog ook doen. En we hadden het helemaal goed gepland, helemaal zo opgestaan. Bandlek. Tweede, ook lek. Nou, we zijn helemaal bezig. Lola, de banden zijn plat. Dat gaan we nooit halen. Zadel in plaats van de achterlangs, dan gaan we even de lucht te spuiten. We waren echt op tijd vertrokken, we waren helemaal ready. China wel. Oh, wat een ellende. Het is wel knap, want we hebben eigenlijk wat je normaal 35 minuten over fietsen, bijna 30 minuten gedaan. Spannend of we het gaan halen hoor. Ik durf gewoon niet in beeld te doen. Nee. Ik doe wel even een paprika voor je hoofd. Ja, dit heeft wel dezelfde kleur. Ja. En Lola zit op een hele houten fiets. Moet je nog even herhalen wat je zei? Nee hoor, dat doe ik niet. Ik doe even een tegeltje, doe ik even plakken. Het gehaald. Vraag me niet hoe. Ja, maar jij zie je dat ook niet. Bij mij, ik ben gelijk verwilderd. Laat even wat zaal zien. Dat is gemaakt in 1902. Er zit nog wel een leuk zakdoekje overheen, of wat is het? Hier is het gewoon, ziet het gewoon... Hout. Lederhout. Nou, dames en heren, het is gelukt hoor. Wat is je eerste indruk? Fantastisch, zo lief. Maar we moeten eerst even naar het snoepwinkeltje. Voorlopig, wat is jouw lievelingssnoep? Ik hou eigenlijk niet zo van snoep. Oh, oké. Okay. Ik hou wel van koekjes en chocola, maar ik vind het wel gezellig. Dus ook een bakkertje met verse spullen? Nee, ik hou echt niet zo van snoep. Maar gewoon meer de ambiance? Ja, ik vind dat gewoon gezellig, zo'n zakje met allemaal snoepjes. Ik ben ook niet zo heel erg van snoep, ik ben meer van gebakkies. Ja, precies. Chocola, heerlijk. Koekjes. Zo cute hier altijd. Het was een beetje alsof je zo denkt, wanneer komt er een houten pop van de Efteling naar buiten, toch? Ja, echt. Het is dicht. Hoe kan dat? Vakantie? Vanaf donderdag 30 september zijn we er weer. Moeten we donderdag nog even heen en weer. Oh, ik zit weer kapot. Zwarte kat. Wil jij ook naar binnen? Maar dit was de vorige keer was het ook al dicht. Mijn vorige Schiermonnik oogvlog. Ook altijd even kijken bij mijn familie die hier ligt. Hallo allemaal, daar ben ik weer. Gezellig. Hoi hoi, hi. Hey, lang niet gezien. Hi meiden. Ik zal even vragen of ik dit even weg moet halen, die klim op. Dat gaat volgens mij kan heel snel heel hard gaan, toch? Kijk, Lola heeft net als Martijn, heet het ornithofobie? Vogelangst. Ja. Maar vind je dan een kip bijvoorbeeld? Was niet... Echt? Nou, ik kan er wel eens naar kijken, maar als dat hek er niet zou zijn, zou ik hier niet staan. Maar jullie hadden thuis toch ook twee pakieten van je oma? Ja, dan hadden we bij de oma's één geërfd toen ze overleden. Echt niet voor jou? Ja, altijd echt niet voor jou. De zon schijnt, het is gewoon helemaal heerlijk. Heerlijk. Lola is mijn regenworm aan het leren. En ik moet zeggen... Leuk toch? Gaat goed. Oh, jij bent. Ik wil even zeggen dat ik gewoon in één worp 5-4 heb gegooid. Goed hoor. Lola heeft al een keer zo'n steentje van me afgepakt. Kijk Lo, dan hangt hier dus een foto en hier, dit is Evelien, mijn moeder. Dit is mijn moeder en dit is mijn oma. Leuk. Lief hè? Oh, wat bijzonder. Maar Evelien herkende zich dus ineens, want het was dus een oranje badpakje omdat ze altijd wegrende en zo. En dan kon mijn oma haar nog wel zien in de verte zo van, oh die ene dat springende... Oh, wat bijzonder.
Mandarijn, dat is mijn moeder. Of dat is mijn dochter. Wat leuk. Leuk, hè? Kijk hoe wild die zee is. Wilde zee. Nee. Je vindt deze fiets fijn, hè? Jij bent erg, je hebt er geen last van en je wilt er niet eens op. Ik heb Oh, leugens. Leugens, dames en heren. Ik heb ook op deze fiets gezeten. Ja, maar toen zei je... Ik heb er wel erg last van. Nou, ga er dan op. Je laat mij gewoon voor niks bij. Nee, ik zei nog, zullen we ruimte zijn? Nee, ik doe nog wat laatste half uurtje en dan fietsen we straks naar huis. Wil jij straks weer als we terug zijn? Ik kan er ook niet meer aan. Oh. Dat is pijn in je kuiten. Van Joehoeha. Het lijkt wel alsof jij elke minuut meer haar krijgt. Dat zou leuk zijn. Hey, ja. Oké, we zijn nu weer terug in Friesland, bij Lauwersoog. Maar ik ben echt al helemaal gaar en we moeten nog een half uur, drie kwartier fietsen. Gelukkig niet in dat tempo als gewoon. Ik loop de ponyfiets. I love you. Thank you so much. Wil je niet op de ponyfiets? Nee. Hoezo niet? Nee, ik heb geen stalen pony. Maar ik wil trekken ter paarden. Door weer en wind. Ik zou nu best graag in een oude connectionbus willen zitten. Even op. Blauw mag ik achterop. Oké, we gaan ervoor. Vergeet niet te liken en te abonneren. Het is gratis. En ik vind het leuk.